Ja, weet het wat liggen. Ik wil ten eerste alle stemmers die op mij gestemd hebben, hartstikke bedanken. Ik vind het wel geweldig dat ik dan kameraad van het jaar ben geworden. Daar had ik echt niet op geteld. Wij ook niet. Als we er helemaal op niet. Nee, want ze moeten de brug over. Dat is natuurlijk alweer iets zoiets. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ik kreeg een pleisje achter de baas onder meer. En ik blief natuurlijk Kok en Dik altijd volgen. Dankjewel. Ja. Goedemorgen, goede vriend. Het is niet zo'n fijne uitzending. Het is een hopeloze dag. Ja. Onze kameraad van het jaar is niet meer. Ja, dat onvoorstelbaar. Is dat werkelijk. 14 dagen geleden. Als je dat geleden. Dan hoort, Dick, dan, ja. Dan staat de wereld toch wel even stil, zeggen ze wel eens. Maar dat is dan ook zo. Ja. Ik heb ook geen behoefte natuurlijk. En we hebben allebei geen behoefte om daar een vrolijke uitzending van te maken. Nee. Ik denk dat we deze week... Ja goed, Michel was voor mij toch wel een soort icoon in die horeca. Kijk, ik heb mij vroeger even veel met hem Horeca Nederland gedaan. Hij was altijd... heel erg betrokken bij, ik noem het even valse concurrentie, hè? Oneerlijke concurrentie moet ik dan eigenlijk zeggen. Daar was hij wel voorvechter van. Ja, Ik hoorde jullie nog daarover praten. We hebben het er nog over gehad, 14 jaar terug, weet je, dan heb je het over vroeger en over weet je nog toen. Ja. Nou ja, goed. Ja. En dan besef je natuurlijk niet dat het 14 dagen later... dat hij er niet meer is. Dat hij er niet meer is. Dat onbestelbaar. Is echt, dus voor Thea natuurlijk een drama. Gecondoleerd. De rest van de familie, Ton. De rest van de familie, Ton. Ja, het zal stil worden in Blierik. Hij was natuurlijk op Facebook heel erg actief. Hè? En wij maken er één keer. Wij hebben daar heel veel. Hij heeft vaak gereageerd op onze filmpjes. Maar ook doorgelinkt en gedaan. En wat vond hij het mooi? En ja, met die gedachte speelt dan natuurlijk. Ja. Wat vond hij het mooi dat wij hem... Ik zie die toen wij nog buiten stonden, hij stond er binnen. Ja. Hij zag ons binnenkomen. Ja. Met die foto, met die beker die hij achter zijn voor vasthield, omdat op de achtergrond stond tennisclub Blerik. Een goed mens is gegaan en... Ja, ik vind eigenlijk wat jij zei, wat Mark Russeveur voorstelde. Ja, top idee, hè? Ja. Ja, Mark Russeveur die heeft vrij snel gereageerd naar ons toe om de wisseltrofee van de kameraad van het jaar te benoemen naar Michel Jurissen. En dat gaan we zeker doen. Dat gaan we doen. We gaan dat binnen nu in een week of vier. Laat een plaatje maken en dan gaan we dat tourneren en dan gaan we dat aanbieden. Ja. Maken we een uitzending ook bij de PR School. Ja. Dus het wordt de Michel Jurissen kameraad van het Jordtrofee. Ja, toch? Ja, prima. Dat verdient de man zeker. Ja. Wat ik ook nog even wil aanhalen is de actie die Ruud Bettinger gestart is. Om dat bij vond de, ik ook een top idee. Iedereen die kijkt, top 555 van stemmen. Venlo. Stemmen op Stupke, op Stupke Aaf. Stupke Aaf, dat we hem postuum, of hoe noem je dat? Dan we hopen dat liedje mooiste en het beste liedje wordt. Dat gaat het worden, weet ik zeker. Dat stoot iedereen van de eerste plaats af. Dus mensen bij deze stem... Op Stupke van Michel. Ze zong dat samen met, dan weet ik dat van Heister volgens mij. Ja. Goed, Dick, we maken we sluiten af. Ja. En dan wensen we nog, je hebt al gezegd, de familie heel veel sterkte. En volgende week maken wij ook, want dat wilde Michel ook natuurlijk heel graag, dat wij weer gewoon doorgaan. Dat weet ik 100% zeker. Ja. En dan maken we weer een beetje reguliere uitzending. Ja, en ik hoop nooit meer zo'n uitzending te hoeven te maken. Sterkte allemaal.